Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie hier een doos staan en die ga ik in deze video openmaken voor jullie. Ik heb er super veel zin in, want er zit heel erg veel moois in deze doos. En ik heb ook nog een hele leuke kortingscode voor jullie, dus blijf zeker even kijken. En dan gaan we deze grote doos unboxen. Misschien hebben jullie het al gezien, maar deze doos komt van... Ja, ik weet niet precies hoe ik het moet uitspreken. Decenio of zoiets. Maar dat is dus een soort van interieurshop en daar verkopen ze allemaal lijsten, posters, allemaal accessoires daarvoor. Als jullie mij een tijdje volgen, dan weten jullie dat ik van verschillende achtergronden hou. Ik verander het best wel vaak. Ik heb nu bijvoorbeeld een gaaswerk hangen voor degene die willen weten waar die vandaan komt. Deze komt gewoon van mijn gamma. Als jullie mij al een tijdje volgen, dan weten jullie dat ik hiervoor het gaaswerk had ik een wand met allemaal fotolijsten. Nou, ik heb nu ook weer allemaal fotolijsten besteld, dus misschien ga ik dit weer veranderen. Of ik ga gewoon de fotolijsten ergens random in mijn kamer hangen. Dat was eigenlijk mijn idee, want ik vind dit gaaswerk veel te leuk. Zo. Die is open. Oké. Nou, allereerst zit er een bescherming in. Dat mag weg. Dit is de paklijst, dus dit is wat, alles wat erin zit. Ik heb best wel veel besteld. Dus laten we beginnen. Hier zitten denk ik de lijsten in. Het is wel echt een hele mooie koker. Misschien ook handig voor school, want ik moet ook heel veel bladen en zo moet ik bewaren. Oké, ik zal beginnen met de lijsten. Dit zijn de lijsten die ik heb besteld. Ik heb eigenlijk alleen maar zwart en wit besteld, omdat ik dat het mooiste vind in mijn kamer. Allereerst heb ik een wit frame besteld van 21 bij 30. En dit witte frame heb ik dus ook in het zwart besteld. Past mooi bij elkaar zo. Dan heb ik deze. Dit is een frame van 30 bij 40. Dus die is net even een slagje groter. Dan heb ik deze ook in het wit natuurlijk. Ook 30 bij 40. En die heb ik volgens mij twee keer als het goed is. Ja, dat is deze. Ik had echt het idee dat ik veel meer lijsten had gekocht. Maar blijkbaar niet. Dat waren alle lijsten die ik heb besteld. En nu ga ik verder met de posters die ik ervoor in heb gekozen. Het was best wel even moeilijk, want je moet natuurlijk wel goed uitkiezen bij welke poster je welke lijst wil. Maar ik ga ze er even uithalen. Ik ben zo benieuwd. Als je het openmaakt zit hier een heel erg leuk stickertje op met thank you. Dus ik ga nu even dit openmaken. Zo. Dan heb ik hier alle posters. Ze staan een beetje krom, maar dat is gewoon alleen omdat ze in de koker hebben gezeten. Ik denk dat het wel goed komt. Om eventjes te beginnen voordat ik de posters laat zien. Ik heb voor één soort stijl gekozen en dat is namelijk heel erg minimalistisch. Want mijn kamer is best wel minimalistisch. Ik heb hier ook allemaal kaartjes hangen met gewoon zwart-witte tekst en zo. Dus dat vind ik heel erg mooi. Dus dat is mijn stijl waar ik aan heb gehouden en dat vind ik heel erg mooi voor op mijn kamer. Allereerst heb ik deze gekozen en dit is een ander formaat. Deze past niet in de lijsten die ik hier heb liggen, maar ik heb hier thuis nog een paar lijsten waar ik deze in ga doen. Hierop staat dus breathe, vind ik echt een heel erg mooi woord. Heel erg minimalistisch, dus dat is de eerste. Dan heb ik er twee besteld die een beetje bij elkaar passen. Hierop staat smile en hierop staat lucky. Ik denk dat het wel heel erg mooi bij elkaar staat. Dan gaan we verder naar de grotere. Dit is 21 bij 30 volgens mij. Allereerst heb ik deze gun uitgekozen. Dit vind ik echt super super tof. Hij is heel erg simpel, heel erg mooi en ja, echt super tof. De volgende is ook 21 bij 30 en dat is dit N-teken. En deze heeft een beetje een soort van marble printje. Het enige nadeel vind ik dat hier tekst onder staat, maar daar kan ik eigenlijk niet zoveel aan doen. Dan heb ik een hele mooie waar ik echt heel erg blij mee ben en dat is namelijk deze. Ik weet niet precies waarom ik het zo mooi vind, maar ja, ik weet het niet. Ik vind het zo ontzettend tof. Oh mijn god jongens, deze is zo mooi. Deze is zilverkleurig en dit is namelijk een kalender van 2017. Dat verkopen ze daar ook. Dit is ook gewoon op hetzelfde materiaal van alle andere posters. Lekker dik papier. Dus ja, oh... Zoals jullie misschien wel weten hou ik heel erg van reizen en daarom heb ik deze kaart gekocht. Dus dat is deze. Hier ben ik ook heel erg blij mee. Dan heb ik er eentje die ik gelijk al op de homepage zag staan en ik dacht deze moet ik hebben. Hey, dit is een dandelion. Ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Dandelion. Geen idee, maar zo stond het in ieder geval op de site. En ik vind hem echt heel erg mooi. En dan als laatst heb ik een hele toffe en deze wil ik namelijk naast de pistool gaan hangen. Dit is een skull en er komen allemaal dingen uit. Ik weet eigenlijk niet precies wat, maar ik vind hem echt heel erg mooi.
Jullie hebben nu de unboxing van de lijsten en van de posters kunnen zien. Maar jullie willen natuurlijk ook weten hoe het in mijn kamer zal staan. Dus wat ik nu ga doen is ik ga de posters in de lijsten doen. En dan ga ik de lijsten ophangen in mijn kamer. En dan kan ik jullie dus laten zien waar ik de posters ga hangen, hoe ik ze ga hangen en wat ik ermee ga doen. Dus ben je daar benieuwd naar? Blijf dan nog even kijken. En dan vertel ik aan het einde van de video nog even over de kortingscode. Saw you from a distance and I'm making my way over. I don't even know ya, but whoa, I adore ya. Call my boy Fernando, he's a fucking pastor. I can't fuck with you now, I can't see now, yeah. I wish I could stare at you, all the things that I would do. I just gotta see the truth, and it takes me, it takes you. So it takes you, I take two. Loving you got me confused. Oké, guys, het zit erop. Alles staat. Ik heb de meeste posters kunnen inlijsten. Ik heb er nog 2 over volgens mij. 1 grote van die paardbloem. Maar daar heb ik geen lijst meer voor. Dus die kon ik helaas niet meer inlijsten. Maar ik ben er zo ontzettend blij mee. Kijk nou hoe leuk het eruit ziet. Ook natuurlijk voor een achtergrond voor een video. Dan was dit eigenlijk alweer de video. Maar ik heb jullie natuurlijk ook nog een hele leuke kortingscode beloofd. Met de code SME25, gewoon in kleine letters. Ik zal het even hier in beeld zetten. Krijg je 25% korting bij Decennio. Deze geldt alleen van 7 tot 9 maart. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Ik kreeg het ook zo doorgestuurd. Maar in ieder geval, tussen 7 en 9 maart krijg je 25% korting. Alleen niet op de frames, dus niet op de lijsten, maar wel op de posters. Dus dan is 25% echt best wel veel. Voor degene die willen weten binnen hoeveel dagen mijn bestelling binnen was, het duurde ongeveer 2 tot 3 werkdagen. En het kwam helemaal uit Denemarken volgens mij, dus dat vond ik eigenlijk best wel heel erg snel. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de video vinden. Ik zou het daarom ook heel erg leuk vinden als je hier beneden een reactie achterlaat. Als jij wat hebt besteld op Decennio met mijn code, vergeet mij dan niet op Instagram een berichtje te sturen. Zal ik het altijd even liken? Of je kan natuurlijk altijd een persoonlijk berichtje sturen, zou ik ook antwoorden. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden, dat jullie een beetje inspiratie hebben op kunnen doen voor je nieuwe kamer misschien. Voor een nieuwe interieur. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Maar vergeet ook niet een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik je snel weer. Doei!